tof dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag gaan we het hebben over iets heel spannend, namelijk over jongens. En ik ga met, of dit onderwerp praten, met Kimberly, met Nicole en met Faya en met Renate. En Renate, kan je het even laten zien, die bedient vandaag weer de Camp Recorder. Meiden, jongens, zijn ze leuk? Ja, nou, soms, maar soms ook helemaal niet. Maar... En ze denken soms dat ze kei stoer zijn. Ja. Wat bedoel je ermee? Ja, ja, bijvoorbeeld is dan met de gym, dan moet er een gaan keepen en dan loopt hij echt zo heel stoer van kijk, ik mag keepen en zo. Echt wat voor jongens. En ze denken ook dat ze alles beter kunnen. Wat dan? Ja, met touwtrekken en zo, daar kunnen ze gewoon niet tegen ze verlies, want toen wonnen wij, de meiden. Ja? En hebben jullie nou ja, als je met jongens samen een spel doet, kies je dan jongens door elkaar en meiden? Of, Ja, meestal jongens en meisjes door elkaar. Maar dat willen ze nooit. Nee? Meestal niet. Nou, soms. En Renate, wat vind jij leuk aan jongens? Ja, ja, sommige jongens, hè. Sommige jongens doen heel stoer en zo. En dat is natuurlijk niet leuk. Dan moet je gewoon... ja, gewoon ergens anders heen gaan of zo. Maar ik ga dan koprot duiken op de stang. Er zitten altijd alle meisjes. Ja, aan de hele andere kant voetballen altijd de jongens, dus laat maar zeggen. Maar wat je vindt het leuke aan ze, hè? Dat ze... Nee, jullie zeggen eigenlijk alleen maar wat niet leuk is. Wat is leuk aan ze? Nou... Als je dus verkeering hebt dat ze dan aardig zijn en zo, en dat je dan leuke dingen met ze doet. Dat het gewoon ook gezellig is met jongens. Ja, mijn vriendje dus niet. Je hebt een vriendje? Ja. Vertel. Dus dan voor de derde keer verkeering. Want de eerste keer zat hij allemaal stoer te doen, dat vond ik niet leuk. En de derde keer... Hoe heb je dat, hoe hebben jullie het, heeft hij het gevraagd of heb jij het gevraagd? Gewoon, dan vroegen wij het aan vriendinnen of hun het dan, of vrienden, dat hun het dan voor ons zou vragen. En de tweede keer toen gooide hij allemaal met poep van mijn verzorgpony en kom met mijn pony zijn dakje. Hé? En dan kan hij niet meer, dan zakt hij nou doorheen. Maar je hebt wel weer verkering nu, ja, met nou hem? Ja, nou wel. Heb je met hem kunnen praten? Nou, ja, als we altijd spreken wel, maar als je met een ander jongen is, dan wil je weer stoer doen. Kan je nou goed met een jongen praten? Ja, als hij jou aardig vindt en als jij hem aardig vindt wel. Maar... Nou, soms ook niet. Soms begrijpen ze het niet of zo. Doe je meer met zijn jongens samen? Ja. Ja, wat doe jij samen? Naar de bioscoop gaan en zo. En nou, gewoon afspreken dat je gewoon gezellig bij hem thuis zit. Gewoon een beetje praten. Nou, dat doe ik meestal. Maar toen ik in de bus zaten met mijn vriendin. Ja. Toen zagen we zo'n leuke jongen. Dus toen zijn we naast hem gaan zitten in zo'n heel gesprek. Nou, en op school doet hij dan zo heel stoer. Maar eigenlijk was hij heel erg aardig. En als je hem dan tegenkomt, dan zeg je hoi. En dan zegt hij, zo, weet je wel. Een beetje negeert. Vinden we, we hebben als meiden denk ik heel erg de neiging om af en toe een beetje af te reageren, hè, op jongens. Stom en stoer. En, ja. Maar we vinden ze wel heel belangrijk. Ja. Hoe zou dat nou komen? Nou, het is toch weer wat anders dan een vriendin. Ja, jongens altijd anders, hebben andere gedachten, weet ik niet. Maar ja, ze zijn gewoon anders. Maar waarom denk je dat het zo belangrijk is? Ze zijn nu best wel rustig. Rustiger dan meiden? Ja, ja, ze kwebbelen niet zoveel. Sommigen. Ze roddelen niet zoveel. Nee, dat ook niet. Nee, dat niet. Maar ze kletsen hartstikke bij ons in de klas in ieder geval. Ja, en als je verkering hebt, dan beschermen je ze meestal. Ja. Men beschermt ze ons en zo. Ja, ook bij mijn vriendinnetje. Ik ruzie met mijn vriendinnetje. En toen kwam dat vriendje dus eraan. En toen hadden wij eigenlijk ruzie. Ja. En daardoor. Maar hij beschermde jou of hij beschermde haar? Ja. Maar jullie jongens worden eigenlijk pas aardiger op het moment dat je verkering met ze krijgt, ja, hoor ik van jullie. Dat je alleen bent met... Als er nou één heel stoere bij zit en één gewone, dan gaat het niet. Als er twee gewone zijn, dan kan je gewoon kletsen. Maar ze vinden ook zo'n beetje van, ja, meisjes zijn maar niks en zo. En dan gaan ze gewoon een beetje stoeren, maar eigenlijk vinden ze meisjes wel leuk, denk ik. Ja, want waarom zullen ze, denk je, dat zijn ze nou zo stoer? Nou, ze zijn niet stoer. Om op te vallen.
Zou ze proberen het te zijn. Voor meisjes denk ik ook, hoor. Maar waarom denk je dat ze stoer zijn voor meiden? Ze vinden dan een meisje gewoon leuk en dan weer zo'n kijk, zie zou, mij maar. Zo. Dat denk ik ook, ja. Dat het dat ja, maar is. Maar willen ze toch niet toegeven dat ze je leuk vinden? Maar is het een beetje verlegenheid? Nou, misschien. Maar ze, ik denk dat ze het op een andere of een manier houding. Zo, ja, dat denk ik, ja, een houding. Hè? Net als dat wij wel eens een beetje gaan giebelen, tenminste. Ja. We hebben net al heel veel tijd met elkaar zitten giebelen. Dus ik denk inderdaad dat, dat het daar wel mee te maken heeft. Ik ga zo verder met jullie praten over de brief van de week. De brief heb ik weer gekregen van een meisje van Charlotte. En ze schrijft, ik ben een meisje van 13 jaar. En ik ben nog nooit verliefd geweest op een jongen. Eigenlijk vind ik het veel leuker om met vriendinnen te spelen. Die vinden tenminste dezelfde dingen leuk. Mijn zus zegt dat het helemaal niet normaal is dat ik niks van jongens moet weten. Is dat nou zo? Ben ik nou niet normaal? Of hebben meisjes van mijn leeftijd dit probleem ook? Brief van Charlotte. Ja, sommige meisjes wel. Maar niet elk meisje, want sommige... mijn zus die loopt heel de tijd achter jongens aan op het zwembad. En hoe oud is ze? Die is maar 13. Maar dat trekt ze bijvoorbeeld, heeft ze een t-shirtje aan, trekt ze het t-shirtje uit om op te vallen. En dan gaat het de hele dag zo, ja. En dan smeert ze ook extra make-up op, omdat de jongens dat leuk vinden. Maar ze kan het ook leren de jongens leuk te vinden als ze dat wil. Ja. Maar zij wil het, ze zegt, ik wil het eigenlijk helemaal niet, hè. Ik vind meiden nog veel leuker om mee te spelen. Nou, dan kan ze gewoon een keer verkeering nemen, denk ik. En dan kan ze gaan kijken hoe dat is, als ze er geen ervaring mee heeft. Als ze een jongen leuk vindt, dan kan ze kijken of ze die ook echt leuk vindt. En dan kan ze bijvoorbeeld verkeering vragen, als je dat dan wil. Dan kan je bijvoorbeeld een paar weken aanlaten en dan kan je kijken hoe het is. En als je het niet leuk vindt, dan maak je het uit. Of gewoon wat meer met jongens gaan doen. Ja. En niet helemaal. Maar is het nou zo abnormaal om, zij vindt zelf eigenlijk nog veel fijner om met meiden te spelen. Nou, als je het leuk vindt, moet je het doen, hè? Ja, is het iedereen is anders zo. Maar het is wel misschien een tip dat ze een keer kan proberen om met jongens... Als ze het wil, wel. Dat wil ze ook. Ja. Nou, zij weet ook dan ook niet hoe het is om verkering te hebben. Ja, en dat is dan heel anders dan ze denkt, denk ik. Want het is gewoon, ja, je hebt verkering, je gaat met elkaar om. Ja, en dan, en dan gaat het op een gegeven moment. Of het blijft de hele tijd aan, of het gaat uit. Verkering met jongens is eigenlijk heel belangrijk, hè, hoor ik wel van jullie. Ja. Om ze beter te leren kennen. Mm-hmm. En waarom nog meer? Ja, of jongens in hun dagelijks leven ook stoer gaan doen en zo. Maar ik denk... Dat is meestal niet zo. Nee. Op wat voor jongens val je nou? Best wel grote jongens. Ja? Hij moet lang zijn? Nee, moet hij knap? Ouderen. Oh, val jij op ouderen? Waarom? Nee, soms hoor. Nou, ik ben ook best wel lang. Ja? Nou, in één keer waren we zo op zo'n veldje. Nou, met mijn vriendin. En toen was er zo'n jongen en die dacht dus ook dat ik 15 was of zo. Die geloofde dat. En toen zeiden we voor de grap dat we verkeering met hem wou. Nou, en hij nam... Ben je? Ik ben 12. Ja. En hij nam het heel serieus en zo. Hij gaf ons een visitekaartje. Hadden we zo'n brief geschreven voor de lol. Maar hij wist dus niet dat het een grapje was. En hij had zo'n pakket gestuurd met een knuffel en een roosje zo. Dat hij wel verkeering wou, maar dat hij ons niet kende. En dat hij ons op wou zoeken en zo. Nou, dat is heel erg raar, maar het is wel grappig. Maar val jij ook op... wat voor jongen val je? Nou, Remco die heeft dus een kuifje. Dat is jouw verkering? Ja. Ja? En die heeft zo'n kuifje. Dat is wel leuk. Dus je vindt het uiterlijk belangrijk? Ja. En kleding. Kleding? En innerlijk ook. Want niet dat hij echt heel... als hij iets niet naar zijn zin heeft, dat hij meteen kei kwaad wordt. Ja, dat hij gaat vechten of zo. Hij moet gespierd zijn. Wow! Maar dat zie je toch niet als hij een leuk shirt aan heeft? Jawel. Ja? Ja. Hoe, waar let je... Dat is gewoon een bodyguard. Ja, zoiets. Maar waar let je op schouders of de benen? Schouders. De buik. De buik? Ja, dat kan je bijna nooit zien, denk ik. Nou, als hij strakke trui aan heeft wel. Maar daar val ik op. Ja. En heb jij ook nog iets specifieks, zoiets dat je denkt, ja, hij moet gewoon een mooie... Ik weet echt niks.
Nee, ik vind het wel leuk. Hij heeft een heel leuk. Hij lacht heel graag. Je bent wel echt verliefd, hè? Ja. Bij ons op school heb je ook van die jongens en die hebben van die stekels met gel. Dat vind ik wel grappig. Ja. En wat vind je nou voor later, hè? Vind je dat jongens, als je later... misschien ga je met je verkering wel trouwen. Is nu nog een beetje vroeg om daarover na te denken. Maar het zou best kunnen. Vind je dan ook dat jongens in het huishouden moeten helpen? Ja. Ja? Ja? Nou, jullie hebben gemerkt, we zitten hier met een hele hoop enthousiaste meiden. En we praten allemaal heel graag over jullie jongens. Want we ergeren ons wel heel vaak aan jullie. Maar we moeten iemand hebben om te plagen. Dus zonder jullie zou het ook eigenlijk maar saai zijn. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Ja, graag. Wil je ook met me meepraten of wil je ergens over schrijven? Dan kan je schrijven naar Toffe Tessa, postbus 229 5150 AE in Drunen. De volgende keer gaan we het hebben over penvriendinnen. Tof dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag gaan we het hebben over iets heel spannend, namelijk over jongens. En ik ga met, over dit onderwerp praten met Kimberly, met Nicole en met Faya en met... En Renate, kan je het even laten zien? Die bedient vandaag weer de camprecorder. Meiden, jongens. Zijn ze leuk? Ja, nou, soms, maar soms ook helemaal niet. Maar... En ze denken soms dat ze kei stoer zijn. Ja. Wat bedoel je ermee? Ja, ja, bijvoorbeeld is dan met de gym. Dan moet er een gaan keepen en dan loopt hij echt zo heel stoer. Van kijk, ik mag keepen en zo. Echt wat voor jongens. En ze denken ook dat ze alles beter kunnen. Wat dan? Ja, met touwtrekken en zo, daar kunnen ze gewoon niet tegen, ze verliezen, want...